klopt, zeg. We gaan zo naar de Tweede Kamer toe. Okay. En wat we daar gaan doen is een knallend optreden doen. Nee. Vanochtend had ik al een beetje de zenuwen, want ik werd wakker en het was ineens van, wow, het is best spannend eigenlijk. Want je gaat tegen fractieleden ga je zitten lullen. Ik hoop dat ze van ons gaan leren dat de smokkinderen een tweede kans krijgen. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Danny. De schilderswijk, de lange poten en het plein. Meteen gaan huilen als ik geen Hagenees zal zijn. Ik zal best nog wel een keertje met die ouwe naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark, de lange zee, zo pot als koeien heen. Zo, eens kijken. Ze staan allemaal naar ons te kijken, joh. Het is geweldig om hier te staan. De jongeren zijn nog achter de schermen, maar zij zijn er. Ouders zijn er, andere cluster 4 leerlingen zijn er, leerkrachten zijn er. Deze voorstelling is in een letterlijke zin ongehoord. Het verhaal wat deze kinderen vertellen is niet bekend. Is nog nooit gezien door mensen, want je zit niet dagelijks in een klas van cluster 4. De beelden kunnen schokkend zijn.